moet zeggen, het is een geweldige vrouw. En ja, het zal een gemis wezen. Ze kiezen niet voor de ambulance, door de werkdruk ten eerste. Een andere betaling, lager. En mensen blijven in het ziekenhuis. Welkom bij TV Rijnmond Nieuws. Hier achter me in het gemeentehuis van Papendrecht is vanmiddag een condoliansregister geopend voor de omgekomen gezinsleden van de gezinsmoord afgelopen zaterdag in de Kremerstraat. Twee kleine kinderen, een moeder, kwamen daarbij om het leven. En waarschijnlijk om het leven gebracht door de vader zelf, die ook later zichzelf van het leven beroofde. Ik vind dit heel triest. Je kan er weinig op zeggen. Het is gebeurd. En ik vind het heel erg hoe het gebeurd is. Ja, je bemerkt dat bij bewoners, omwonenden, betrokkenen heel veel behoefte is om gewoon op een of andere manier duidelijk te laten blijken dat ze medeleven. Daar hebben we een condoleanceregister voor geopend. De 32-jarige moeder van het gezin, dat in scheiding lag, werkte bij de afdeling armoedebestrijding van de gemeente Alblasserdam. Ook daar is vandaag een condoleanceregister geopend. En kwamen de burgemeester en zijn ambtenaren vanmorgen bij elkaar om hun collega te gedenken. Het is een enorme schok geweest. In eerste instantie krijg je een bericht van een buurgemeente waar zo'n ernstige brand met slachtoffers gevallen is. Nou, dan ben je al onder de indruk. En dan sta je op een sportveld en dan krijg je in één keer het verhaal te horen dat er mogelijk een van de medewerkers van onze gemeente bij betrokken is. Nou, dan zakt even de aarde onder je voeten weg. Dat is een enorme impact. En ook op de Koningin Beatrix School in Papendrecht, waar de twee omgekomen kinderen op zaten, was het vandaag een zware dag. De kinderen en hun ouders kwamen vanmorgen voor het eerst bij elkaar en daar was ook de burgemeester bij. Hoe vertel je nou aan zulke jonge kinderen wat daar gebeurd is? Ja, dat is heel lastig. Je ziet ook kinderen langs foto's lopen, dan even heel verdrietig kijken van goh, wat erg, ik moet er bijna van huilen en dan weer lachend gaan spelen. En daarna een paar momenten later weer heel verdrietig worden. Het doet met kinderen ook heel veel, dat merk je ook op die school. Maar ook ouders, die krijgen best hele moeilijke vragen op dit moment te verwerken. Een van de ouders die me aansprak, die zei ook van ja, mijn kind vroeg vanmorgen van jullie gaan toch nooit scheiden, want anders vermoorden jullie elkaar. Die suggesties bij kinderen, die speelt al heel erg mee. Dus daar komt het aan, maar het komt ook enorm aan bij ouders. Heel veel aangeslagenheid, heel veel emoties. Bij het huis van het gezin aan de Kremerstraat groeit nog altijd het aantal knuffels en bloemen, waar speciaal een tent voor is neergezet. En ook een ex-collega van vluchtelingenwerk, waar de moeder lange tijd werkte, komt na het tekenen van het condoleanceregister nog even twee knuffels en een bosje bloemen brengen. Ze heeft enorm veel tijd in vluchtelingenwerk gelegd, waardoor je ook echt kon zien dat ze om de mensen gaf. Ja. Wat heeft u net in het condoleanceregister gezet? Ik heb in het condoleanceregister gezet, Julia, je bent een geweldige vrouw. Rust zacht, samen met je lieve kindertjes. Ambulancemedewerkers voeren opnieuw actie voor een hoger salaris en vermindering van de werkdruk. Vorig jaar waren er ook acties, maar daar zijn tot nu toe nog geen nieuwe cao-afspraken uit voortgevloeid. Door een groeiend personeelstekort is het steeds lastiger om op tijd eerste hulp te kunnen verlenen. Ik heb vannacht gewerkt en dan kom je gewoon 5-6 auto's tekort in de hele regio. Ja, dan ben je gewoon de hele nacht aan het puzzelen en dat doe je normaal al. Maar nu ben je de hele nacht aan het puzzelen om auto's te krijgen voor spoedritten. En reanimaties ook, dat je gewoon geen auto hebt. En dan moeten auto's van verder komen. Ja, dat is dramatisch. Dan zit je letterlijk met je handen in het haar. En kom je dan wel eens te laat? Nou ja, uiteindelijk kom je dan wel eens te laat natuurlijk. Elke seconde telt. Dus ja, als je dan minuten langer moet rijden, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. En tot nu toe gaat het elke keer weer net goed. Maar ja, het kan natuurlijk ook een keer net niet goed gaan. En dat wil ik eigenlijk niet op mijn geweten hebben, want je doet het natuurlijk zo goed mogelijk. Maar ja, dat valt niet altijd mee. Dus tijd voor harde actie? Ja, daar ben ik wel voor, ja. Maar ja, je moet het langzaam opbouwen natuurlijk. En liever helemaal niet. Ik heb het liefste dat ze morgen om de tafel gaan zitten met elkaar. En dat we een nieuwe CEO krijgen, dat het morgen geregeld is. Dat heb ik het allerliefste, want actievoeren zit eigenlijk niet zo in ons systeem. We willen voor de mensen zorgen en actievoeren, daar zijn we niet zo voor. Maar ja, het houdt wel een keer op natuurlijk. Alleen al in Rotterdam-Rijnmond zijn er ruim 25 vacatures. En die zijn moeilijk te vervullen, omdat verpleegkundigen in ziekenhuizen per maand €250 meer betaald krijgen. Ze kiezen niet voor de ambulance, door de werkdruk ten eerste. Een andere betaling, lager. En mensen blijven in het ziekenhuis, want dan ga je op tijd naar huis. En je verdient toch meer ook. Dus de sector wordt niet aantrekkelijk op deze manier. De ambulancemedewerkers beginnen met stiptheidacties.
Komen de werkgevers niet over de brug, dan volgen er hardere acties. Dames en heren, Kees Nauwe. Kees Nauwe, de koning van de tango van Rotterdam-Vreewijk. 86 jaar speelde dit weekend voor de allerlaatste keer de muziek van zijn hart. Ja, de laatste keer. Ik laat me nooit, of ik moet me zo laten verleiden, maar in principe is het toch op mijn leeftijd toch, je bent toch behoorlijk vermoeid als je net vanavond zo'n 19 nummers wil gaan zingen. Hij stond, hou u vast, 62 jaar op het podium met Los Cobanos, zijn band. In het Coerhouse op de tv. In de jaren na de oorlog hadden we na alle ellende wel zin in een Zuid-Amerikaans feestje. Het geluk hadden wij dat wij een van de weinige Zuid-Amerikaanse groepen waren in de regio. Dus wij kregen veel werk. Jullie waren populair? Ja, nou, un poco. Un poco. Ja, ja. Er is een artiest geweest, dat was Clown. En die ging tot zijn 86ste door. Daar had ik zo bewondering voor. Ja. Als u nog even volhoudt, dan verslaat u hem. Ja. En dan is het echt gedaan. Al wil Kees voor een Argentijnse tango met een goede accordeonist best nog eens een uitzondering maken. Dinsdagavond kunt u een uitgebreid verslag zien in Onze Man op Zuid na het nieuws van TV Rijnmond. Excelsior zal dinsdagavond in het bekertoernooi niet in de sterkste opstelling spelen. Trainer Adrie Poldervaart zal tegen NEC sommige reservespelers een kans gaan geven. Onder meer aanvoerder Ryan Koolwijk wordt mogelijk gespaard. Ik heb wel een beetje last van mijn lies, dus ja, we gaan kijken hoe dat gaat. En wat je wel aangeeft, natuurlijk wil je dat graag spelen dus tegen je oude club. Alleen ja, het moet ook wel verstandig zijn. Kijk wel naar de fysieke belasting. We hebben een dag extra rust gehad dan wij, dus daar kijken we absoluut naar. Dus dat laten we meewegen en aan de hand daarvan maken we keuzes. En keeper, is dat onherroepelijk gewoon Stevens of ben jij ook een trainer die in het bekertoernooi een andere keeper de kans geeft? Ja, Alessandro gaat wel keeper, ja. Oké, waarom die keuze? Nou, Alessandro doet het goed, zit er hartstikke bij. Sonny doet het hartstikke goed. En dan mocht er eens een keer met Sonny iets zijn, dan heb ik wel weer een keeper die met een wedstrijd op niveau gekiept heeft. Dus dat zijn dingen dat ik zeg van, dat neem ik dan mee. Dus vandaar dat Alessandro gaat keepen. En ook Sparta zal dinsdag tegen derde divisieclub Noordwijk niet in de sterkste opstelling spelen. Trainer Henk Vreese zal waarschijnlijk met een ander team in het veld komen dan vrijdag, toen er met 0-0 gelijk werd gespeeld bij Top Os. En mogelijk wordt er ook in een ander systeem gespeeld. Qua spelers zou hier en daar ook inderdaad een aantal mensen die het op de trainingen nadrukkelijk aantonen dat ze een kans verdienen. En dit is gewoon een hele belangrijke wedstrijd om dat te laten zien. Dus hier en daar, ik zal niet een heel team door elkaar heen gooien. Maar er zullen een aantal mensen die krijgen nu in een hele belangrijke wedstrijd de gelegenheid om te laten zien dat zij terecht tegen mij zeggen dat ze ook minuten moeten krijgen. De wedstrijden Noordwijk, Sparta, Excelsior NEC en Almere City FC Dordrecht zijn dinsdagavond live te volgen via Radio Rijnmond. Kijk, we weten allemaal dat dit meneer de Uil is. We weten ook allemaal dat hij een hoofdpersoon is uit de Fabeltjeskrant. Maar wist u dat de Fabeltjeskrant zijn oorsprong heeft in Rotterdam? Precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de Uil? Peter, de Fabeltjeskrant. Waarom nu? Omdat het nu precies 50 jaar geleden is dat de Fabeltjeskrant verscheen op de Nederlandse televisie, 29 september 1968. En waarom moet dat dan precies in Rotterdam? Omdat de schrijver van de Fabeltjeskrant, Leen Valkenier, in Rotterdam is geboren. En trouwens ook het grootste deel van zijn leven, in ieder geval van zijn jonge leven, in Tuindorp-Vreewijk heeft gewoond. En daar ligt de oorsprong van de Fabeltjeskrant. Zeg, en waar heb je die zaag dan voor nodig, ome Gerrit? Nou, dat merk je later wel. Nou, dan komen we hier bij Ed en Willem Bever. Gebaseerd op de gebroeders Kulberg, die de decors maakten voor de voorstellingen van de groep in de oorlog. De twee handige Harry's, hè? Ja, twee hele handige jongens. En door Leen in de Fabeltjeskrant geschreven
En die werden meteen ook ontzettend populair. En het leidde er ook toe dat er nog meer mensen naar de Faberskrant gingen kijken. Sof, vriend, nooit een vriend geweest. Ik denk dat Leen Valkenier erin slaagde om, zeg maar, alle gedoe wat er in de samenleving was. Hij was een heel goed observeerder en heel goed schrijver. Om dat op een plezierige manier voor te houden aan de samenleving. Kijk, normaal fabels zijn eigenlijk heel moraliserend, maar daar is hij van afgestapt. Hij liet eigenlijk de mensen, hield hij een spiegel voor. En op een manier dat we om elkaar en om onszelf kunnen lachen. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Ga voor meer nieuws naar Rijnmond.nl of kijk in de app. Nu eerst het weer en daarna FC Rijnmond. Tot later!